Ja, formules, een lineaire formule, een kwadratische formule, het verschil tussen die twee, hoe herken je ze, maar ook in één figuur tekenen. En wat bedoelen ze nu met tekenen in één figuur? Daar bedoelen ze mee, oh, zo, dat als je hem zo zou gaan tekenen, dat je dan zowel de parabool als de rechte lijn, dat is niet precies deze hoor, maar dat is even een voorbeeldje, dat je die in één assenstelsel tekent. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen met tekenen in één figuur. Omdat het er twee zijn, moet je bij ons echt erbij zetten welke formule wat is. Ja, en dan moet je nog wat snijpunten opschrijven. Hoe pak je dit nu aan? Nou, een formule tekenen bij een rechte lijn was het vorige hoofdstuk. Toch heb ik er een filmpje van vorig jaar even bijgezet in de afspeellijst. Als je denkt, hoe zat dat ook alweer? Ja, ze zeggen nu, als je die formules krijgt, allereerst gewoon eventjes, dit zijn de formules. Welke is lineair? Nou, lineair, die kun je herkennen aan deze vorm. Dan had je steeds een getalletje wat er steeds bij kwam. En dan had je een getalletje waar die bijvoorbeeld begon. Ik heb plus geschreven, maar als voorbeeldje, hè, kun je er ook 6x van kunnen maken. Als die van deze vorm is, dan is die lineair. Dus als er geen tweetje in staat, zou je kunnen zeggen. Nou, bij de formules die jullie krijgen. Want ik kan ook wel formules bedenken waar geen tweetje in staat die niet lineair zijn. Maar voor jullie is dat eventjes voldoende om te weten. Nou, hoe herken je nu een kwadratische formule? Jullie, want er gaan straks ook nog andere formules komen met drietjes en zo. Maar gewoon eventjes, en dan zit je al veel hoger. Eventjes voorlopig is het zo. Als er een tweetje in staat, dan zo in de lucht. Als er een kwadraatje in staat, dan is het een kwadratische formule. Nou, wat is verder handig om te weten? Dat bij een kwadratische formule, krijg je zo'n soort grafiek. En bij een rechte lijn krijg je zo'n soort grafiek. Of zelfs zo, maar die krijgen jullie nog niet. Dat zijn eigenlijk de dingen die je moet weten. Dan vragen ze nu, welke is nu lineair? Ja, deze. Deze is lineair. En welke is dan kwadratisch? Ja, met dat kwadraatje. Dus dat is eigenlijk alles. Dan gaan we naar som B. Want jij denkt misschien, ja, waarom moet ik dat weten? Nou, kijk, omdat je voor een lineaire formule maar twee punten hoeft te kiezen. Je mag ze zelf kiezen. Voorlopig adviseren wij jullie gewoon van min 3 tot 3 te nemen voor de kwadratische formule. Als het anders is, staat er bij jullie nog bij. Nou, er staat erbij van neem voor de kwadratische formule de getallen, huppeldepup, huppeldepup. Anders is het gewoon van min 3 tot 3. Dat is fijn, hè? Hoef je daar niet over na te denken. Nou, nu moet je de getallen kiezen. Deze getallen heb ik gewoon, zou ik zelf ook zo kiezen. Ik kies altijd een positief getal. En geen negatieve getallen, want dan maak ik mezelf lastig. En ik kies eigenlijk altijd een 0. En dan kijk ik even wat is handig. Nou, 0 en 2, ja, dat is precies goed. 0 en 1, dan heb je maar een klein stukje wat ertussen zit. En dan is je lijn al minder nauwkeurig dan wanneer je tussen een langer twee punten een rechte lijn kunt tekenen. Hè? Dus mijn tip, ja, 3 zou zelfs nog beter zijn. Maar soms past hij dan niet meer erin. Dus ja, ik vind 0 en 2 eigenlijk perfect. Zo zou ik het zelf ook gedaan hebben. Dan gaan we ze nu invullen. Nou, dan moet je even opletten dat je de juiste formule pakt. Dus zet die ook boven je tabel. Bij deze maak ik even een kladje. Wat doe je dan eigenlijk? Ja, bij 0 zit die op min 1. Dat is gewoon het beginnetje. Dat hebben jullie al gehad, hè? En anders vul je gewoon in 2 keer 0 min 1 is 0, min 1 is min 1. Dan gaan we nu invullen die 2. Die 2 gaan we nu invullen. Dus het wordt nu 2 keer 2 min 1, dus 4 min 1. En dat is 3. Dus daar vullen we 3 in. Nu hebben we die gedaan. Dus deze tabel hebben we. Dat is echt voldoende voor een rechte lijn. Er zijn docenten die zeggen: pak ook nog een derde punt als veiliger. Ja, dat is waar. Dat is gewoon waar. Maar het boek adviseert en heel veel docenten: 2 punten is voldoende. Dan kijken we naar i is x kwadraat min 4. Wat doe je hier? Nou, je gaat invullen, maar dan moet je even goed opletten bij min getallen. Die je in de kwadraten gaat stoppen, haak je zo omheen. Dus dan krijgen we even, en dit is even weer een kladje, hè? Klad. Zo. I is x kwadraat min 4. Nou, ik ga straks laten zien hoe ik het doe. Ik laat eerst even zien hoe doe je het als je gewoon van vooraf aan begint met invullen. Als je van vooraf aan begint met invullen, krijg je dus min 3 in het kwadraat min 4 is 9 min 4. Is 5. Gaat het niet met je rekenmachine doen, kost te veel tijd, heb je kans op rekenfouten. En dit is eigenlijk sneller en veiliger zonder rekenmachine, omdat die getallen zo makkelijk zijn. Dan vul je min 2 in. En wat verandert er hier dan? Dit verandert en dit verandert. En nu gaan we dus min
2 invullen. We gaan min 2 invullen. Nou, dan vullen we min 2 in. Min 2 in het kwadraat is 4. En 4 min 4 is 0. Dus hier komt 0 uit. Dan gaan we invullen min 1. Oh, wacht even. Oeh, zo, net op tijd. En min 1 in het kwadraat is min 1 keer min 1 en is dus 1. Min 4 is min 3. Vul je de 0 in, dan krijg je 0 in het kwadraat. Dat is niet 2 of 1, nee, dat is gewoon 0. 0 min 4 is min 4. Dan gaan we naar de 1. En dan zul je zien, als je hier de 1 invult, dan hoeft het echt niet meer tussen de haken, want de 1 is een positief getal. Dan krijg je 1 kwadraat min 4, dus 1 min 4 is min 3. Maar dat had je misschien al gezien, want je kunt hem daarom spiegelen. En dan is dit dus 0 en dan is dit dus 5. Nu heb je dat gedoe gehad met die negatieve getallen. Je had ook kunnen zeggen, ik begin gewoon aan het einde. Ik vul die 3 in. En net hoe ik het helemaal precies hoe ik het net heb gedaan. En dat is 5. Ik vul die 2 in, dat is 0. Ik vul de 1 in, dat is min 3. Ik vul de 0 in, dat is min 4. Ik zei, dat begin juist al met de 0. Want ik makkelijk rekenen en dan ga ik zo die kant op. Maar dit had ook gekund. En dan kun je zeggen, aha, hij klapt daaromheen. Want hij is niet van de vorm zoiets, weet je wel. Hij is echt gewoon van x kwadraat min 4. Of je had het hieraan kunnen zien dat hij spiegelt. En dan kun je dus zeggen min 3, 0 en 5. Want die zijn hetzelfde. Maar als jij dat niet zomaar herkent aan de formule, is het altijd wel veiliger om de min 1 nog wel even uit te rekenen. Of de min 3. Maar zet er dan haak omheen. Dat is even je tabel. Nou, ik heb ze netjes hier gezet. En nou, die tabel heb ik gemaakt. Dan gaan we nu de grafieken tekenen. Dan moet je de assen hebben. Nou, hoe lang moeten nu die assen zijn? Deze gaat verticaal van min 4 tot 5. En nu is mijn tip, omdat er ook een rechte lijn bij loopt, pak deze dan minstens 1 dieper, dus bijvoorbeeld min 5. En pak deze minstens 1 hoger, dus bijvoorbeeld 6. En dan eventueel nog een uitsteekseltje. Dan heb je hem zeker. Dus dan pak je van min 5 tot 6 verticaal. Dan heb je hem zeker, de parabool erop en een groot stuk van de lijn. Dat heb ik nu verteld, dus dat gaan we doen. En die horizontale, ja, die is gewoon van min 3 tot 3. Hè? Nou, dus we tekenen eerst een verticale lijn in het midden, want hij is nog gespiegeld rond de 0. Hè? Dat kun je zien in je tabel. Dus dat weet ik al, in het midden hiervan. Oh, ik zet hem net verkeerd. Zo. Ik kan gewoon deze verticale lijn een beetje in het midden van mijn blaadje tekenen. Zo. En dan heb ik 4 aan de ene kant, 4 aan de andere kant, dus zeker 3. Nou, die heb ik dus in het midden getekend. Dan weet ik dat de 0, je hebt min 4 en je hebt 5. En ik zei net eentje meenemen, dus dan beginnen we op min 5. Dan zit hier min 5. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Dus je telt dan even die 5 hokjes. Oh, momentje. Zo. En dan teken je daar precies die horizontale as. Zet er meteen x en y bij, anders vergeet je het misschien, want dat moet erbij. En de o van oorsprong. Dan gaan we de getallen erbij zetten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik klop dat even, dat ik het niet. En dan krijg je dus 1. Ik zet altijd streepjes, dan stel ik zet die streepjes niet en doe 3, 4. Dan zit ik opeens bij mijn 4 al bij het vijfde hokje. Dus dat mag je alleen doen zonder streepjes, als je weet dat je heel nauwkeurig werkt. Hè? Zo. En er zijn de docenten die het verplicht. Ik heb het ook een tijd lang verplicht, maar ja, het gaat te ver om te vertellen waarom niet meer. Zo, en dan ga ik hier min 1 zetten, min 2, min 3, min 4, min 5. Nu staat er alles bij. Nu ga ik ze tekenen. Nou, dan ga ik mijn punten erin zetten. En dan begin ik het liefst zelf met de parabool. Maar je mag ook zeggen, ik begin gewoon met die rechte lijn, wat jij het fijnst vindt. Bij min 3 zit 5. Dus hoppatee, daar zet ik een puntje. Oeh, dat is niet helemaal oké. Okay. Zo, niet zo, hè, want dan wordt het straks niet precies genoeg. Gewoon een dunne stip. Dat jij en je docenten zien staan. Maar geen dikke vette klodder. Die is echt al te dik. Dan bij min 2, dan ga je naar min 2, hoort 0. Nou, dat is makkelijk. Dan blijf je gewoon op de min 2. Bij min 1, dan ga je naar de min 1, hoort min 3. En bij de 0 hoort min 4. En dan kun je gebruik maken van hier spiegelt hij. Dus twee hokjes, twee hokjes. Dat is als het heel snel gaat, maar dan moet je heel nauwkeurig werken. Je kunt ook zeggen, ik ga gewoon met mijn pen naar de 3 en ik kijk weer in de tabel. 5, 2, 3, 4, 5 en dan even kijken, klopt die? Dat is iets minder snel, maar wel nauwkeuriger. En je weet van jezelf of je zo eentje bent die altijd van die stomme slordigheid foutjes maakt of dat je dit heel precies kunt spiegelen. Dat weet je van jezelf, hè?
dan nu, hoe moet je nu die parabool tekenen? Ja, dat is gewoon lastig in het begin. Mijn tip is altijd, als je zo die punten hebt, ga schuin opzij omhoog. Dus ga opzij omhoog. Dus niet recht omhoog, nee, opzij omhoog gaand. Opzij omhoog gaand. Niet zo natuurlijk, maar gewoon vloeiend, een beetje opzij omhoog. En dus opzij omhoog. Opzij omhoog. Bij deze punten kan het juist weer vaak fijner werken om hem te laten vallen. Als je zo omhoog gaat, dan is het vaak lastiger. Maar dat, wij kijken hier, als dit er zo in zit, rekenen wij gewoon nog goed. Nou, even meteen erbij zetten. En deze kun je eventueel zo een beetje verder door schetsen. En dan zet je bij, y is gelijk aan x kwadraat min 4. Dan gaan we naar die andere. Die andere is een rechte lijn. Dus daar hebben we twee punten nodig. En die ga ik er nu in zetten. Bij 0 hoort min 1, daar. En bij 2 hoort 3. Bij 2 hoort 3. En welke twee punten je ook had gekozen, als je ze goed hebt uitgerekend, kun je hem gewoon nu tekenen. Want door twee punten gaat altijd de rechte lijn. Er is maar één lijn mogelijk en dat is die rechte lijn. Kijk, en als je nu heel nauwkeurig tekent. Zo. Heb je ook precies die snijpunten. Nou, wat moet ik er nog even bij zeggen bij de parabool tekenen? Ik zie soms dit zo. Beetje zo, om het een beetje kloppend te krijgen. Halen we punten af. Hè? Een oud-collega van mij die noemt ook wel eens een vachtje. En dat is het een beetje. Hè? Zo een beetje zo'n vachtje zo. Dus gewoon echt alleen de lijn tekenen. Nou, nu moet ik nog wel eventjes erbij zetten welke formule het is. En dit is y is 2x min 1. Het is bijna weer 4. Hoppa. Dit heb ik nu gedaan. Bij ons, als je er twee tekent, moeten ze er sowieso bij. En bij ons is het zo, als je maar één grafiek hebt, dus of de parabool of de rechte lijn, en als er maar één is, hoeft er bij ons nu nog niet per se bij. In de brugklas. Dan zeggen ze nu, die grafieken snijden elkaar in twee punten. Welke punten zijn dat? Nou, je kunt al zien in je tabel dat. Even kijken hoor. Als jij deze punten in je tabel zou hebben gezet. Dus stel je voor, je had hier 3 genomen. Dat was bij 3 5 uitgekomen. Dan had je in je tabel kunnen zien, hé, die punten zijn gelijk. Hè, maar bij die x hoort dan dezelfde y. Maar dat is nu dus niet te zien, want die punten heb je niet. En dat geeft niets, want je kunt het echt heel nauwkeurig aflezen. Waar zitten nu de snijpunten? De snijpunten zijn eigenlijk, is wiskundig gezien, het punt wat ze hetzelfde hebben. Dit is een snijpunt en dat is een snijpunt. Eigenlijk waar ze door elkaar heen gaan. Dat zijn de snijpunten. Nou, dan gaan we even kijken, wat zijn daar de coördinaten van? Met de coördinaten bedoelen ze dit, hè, zo met die twee, die x en die y. En let dan goed op, daar moeten haken omheen. Dus denk aan die haakjes. Dat is iets wat nu veel fout gaat. Nou, hoe vind je nu die punten? Dit punt. Kijk je eerst, hoeveel horizontaal? 3. Hè, dit is 3 horizontaal en 5 verticaal. Dus we hebben sowieso punt 3,5. Hij heeft geen letter ervoor, maar als je een letter had, dan had je een hoofdletter moeten schrijven. Maar we hebben geen letter. Dit punt is op min 1, dus haakje openen, min 1, min 3. En dat zijn de twee snijpunten. Waar moet je nu op letten? Echt zo opschrijven. Geen haken eromheen, dan is het gewoon geen punt. Dan is dit gewoon het getal 3,5. Dus er moeten haken omheen. Ik hoop dat je er iets aan had. Denk aan de titels, denk aan de x en de y langs de assen en aan de haakjes bij de punten. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!